Nou ja, zoals gebruikelijk nemen we het programma van het Munttheater door. Wat kunnen we binnenkort verwachten? Nou, iets heel spannends, want Sinterklaas is weer op land. En Sinterklaas komt ook op bezoek in het Munttheater. Dus we zijn wel heel erg trots op dat hij eens een keer hier op het podium komt. En welke dag is dat? Dat is 1 december, de zondag. En de zondagmiddag, want we hebben om 12 uur een bezoek van de Sint en om 3 uur. Dus alle kindjes kunnen komen, we hebben plaats genoeg. Maar ik meende net al een Zwarte Piet te zien zelfs. En hey, ik hoor de telefoon overgaan. Ik ga eens gauw kijken. Ja, Munttheater met Piet. Wat zegt hij, 6 personen? Ja, tuurlijk is er nog plaats op 1 december. Welke voorstelling heeft u... De tweede, ja, even kijken, 6 personen. Oh, er is nog een mooi plaatsje in het midden. Prima, zien we u dan, tot ziens, dag. Zeg Zwarte Piet, jullie hier te zien. Oh, sorry hoor. Ja, 6 personen, ja, wat zegt u het maar? U te zien hier in het Munttheater. Ja, wilt u ook kaartjes kopen? Nou, ik zou wel graag 2 kaartjes willen, is er nog plek? Ja, u kunt hier even meekijken. Kijk, hier hebben we nog een plekje. Moet je vooraan, hè? En anders kunt u hier zetten. Welke show wilt u eigenlijk? Doe maar de tweede. De tweede. Ja, dan zet ik hem hier neer. Dus het is al hartstikke druk? Ja, ik heb het ontzettend druk. Zeg... Clown Frodi, wat is hier eigenlijk allemaal aan de hand? Ja, wij moeten alles voorbereiden, hè? Maar wat moeten jullie voorbereiden? Ja, het grote feest van Nicolaas natuurlijk. Hier op dit podium gaat het gebeuren. Ja, ja. En in die stoel, hè? Ja, ja, of in die stoel gaat Sinterklaas zitten. Denk deze. Nou, ik denk dat die lekkerder zit, hoor. Kom anders even gezellig bij me zitten. Zeg maar, jullie hebben... al vaker deze feest hier gehad, of niet? Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, dit is de 6e editie van het feest van Nicolaas. Maar nog nooit in het theater, hè? Speciaal? Ja, heel speciaal. Speciaal. En wat ja, als de kinderen er allemaal zitten, wat gaat Sinterklaas hier doen? Of wie komt er nog bezoek? Nou, kijk, het is... Piet, wat doe jij nou hier? Ik moet nog even oefenen natuurlijk. Nou ja, het is het grote feest voor Sinterklaas, hè? Dus er komen allemaal artiesten. Ik natuurlijk met mijn vriendinnetje Frodelien. En Sinterklaas heeft het grote Pieten showballet weer meegenomen. Dus het hele podium staat straks vol met Pietjes. Joes, bekend van Nickelodeon, die komt in de show meedoen. En ik heb iemand ontdekt. En wie is dat? Dat is Maals. Ja, die kennen jullie nog niet. Maar dat is een nieuwe Nederlandse popster. En die komt ook zingen. En dat is toch een beetje geheim dan? Of? Nee, dat is niet geheim. Maar dat is wel een... Alleen Sinterklaas weet het nog niet. Maar de Pieten weten het wel. Had je het niet verklapt van Miles, hè? Nee hoor, ik heb niks gezegd. Nee, oké, want Sinterklaas mag er niet achterkomen natuurlijk. Nee, nee, maar die ziet weer televisie toch nog niet, de fel. Oh nee, dat klopt. Die heeft het veel te druk. Ja, nee, oké. Maar we zitten ook al op Facebook, hè? Dus Sinterklaas zit ook op Facebook, dus dan komt hij misschien toch achter. Maar goed, ja, dat mag. Hier is het nog een verrassing. Er zijn 2 shows, voor kinderen, maar ook voor met papa's en mama's, opa's en oma's. Ja, het is eigenlijk voor kinderen tot en met 100 jaar. Ja, dus eigenlijk is iedereen gewoon van harte welkom. Het is gewoon 1 groot feest, een show van 1 uur en alleen maar spektakel. Zeg, waar kunnen ze nog informatie vinden of de kaartjes al krijgen? Dat hebben we net al gezien bij de Piet, maar... Ja, dat is natuurlijk op de website van het Munttheater. En als je meer wil weten over de show, dat staat ook op het Munttheater en op de website hetfeestvannicolaas.nl. Oké, komen we allemaal op 1 december naar het Munttheater hier in Weert. En na de show mag je ook nog met mij op de foto. Ook met Sinterklaas natuurlijk. Tot dan!